Een ruime anderhalf jaar geleden liep ik de Efteling uit met de gedachte: wanneer zou de Efteling eindelijk weer gewoon weer de Efteling zijn? Daar gaan we even naar kijken. We gaan het uitgaan, jongens. We gaan afscheid nemen. Ja, mensen. Je kunt veel zeggen nou, maar dit is de eerste keer in heel mijn leven. Ik ben pas 16, maar volgens mij ken ook heel veel andere mensen leven. Dat de Efteling een paar dagen dicht gaat of een paar weken dicht gaat, terwijl het eigenlijk niet van tevoren gepland is. Voor 2009 ging het natuurlijk altijd dicht vanwege de winter. Ja, vanwege de winter. Maar dit is toch wel heel raar. Tot nou gewoon die Efteling dicht is. En dat we dit beeld zeker anderhalve week moeten gaan missen. En misschien zelfs wel langer en hopelijk korter, maar daar ga ik denk ik niet van uit. Het is heel apart. Ik weet niet, het is een heel apart gevoel en ik, ja, toch best raar of zo. Dat je hier niet meer de keuze hebt om hier te komen. Dat je gewoon niet meer kan komen, dat het gewoon potdicht is. Dat is toch best wel een apart gevoel. Welkom terug, Bart Baan is de naam. Welkom terug in de Efteling. Vanaf dit weekend is het eindelijk weer zover. De Efteling is gewoon weer eindelijk lekker de Efteling. Geen anderhalve meter meer, geen mondkapjes, geen afstand in de wachtrijen. En vandaag gaan we gewoon even checken hoe de Efteling erbij ligt zonder anderhalve meter. Het is anderhalf jaar geleden dat we het laatst hebben gezien. En we eindigen de video hier achter mij, want hier achter mij gaat vanavond Caro draaien. En daar ben ik ook geweest. Oftewel, we gaan weer heel veel leuke dingen doen. Leuk dat je kijkt. We gaan beginnen. Let's go! Ja, nogmaals, welkom terug. Eén ding viel me wel meteen op bij binnenkomst. Het is toch een beetje verwarrend, want de lijnen op de grond, kijk deze, die liggen bijna overal nog. En dat is super verwarrend, want mensen zie je echt twijfelen van hé, bij de ingang als ze een kaartje moeten scannen van hé, moet ik nou wel of niet op die lijn gaan staan? Het is nu te druk om dat te laten zien, dus ik ga dat straks even jullie laten zien. Het is best wel grappig om die reacties van die mensen te zien. Dan zijn we terug, we gaan even wat leuke attracties doen, we gaan wat winkeltjes in, showtjes bekijken, lekker eten en drinken. Bomvolle programma. We lopen even helemaal naar de andere kant van het park, we gaan naar Reizenrijk toe. Er is geen plein zo blij dat de anderhalve meter weg is dan het Reizenrijkplein. Waarom? Hier had je altijd een eenrichtingsverkeer. Super krap. En vooral nu Sirocco en de Archipel worden gebouwd, stonden er stijgers. Dus de helft van het plein was niet eens in gebruik, omdat het afgezet is. Waardoor het heel krap werd. Heel de dag stonden hier beveiliging en zo. Allemaal niks. De Vogelrok mag weer volledig draaien. Wat wel leuk is om te vertellen. In principe zit het grootste voordeel hier in de Efteling in de achtbanen dat de anderhalve meter weggaat. Waarom? Bij de achtbanen was het zo dat er tussen ieder gezelschap, tussen ieder familie één kartje leeg moest zijn omdat die anderhalf meter bewaakt moest worden. Dat is nou niet meer. Het is meteen wel druk. 35 minuten, maar er is geen anderhalf meter meer. Dus het is gewoon heel erg druk in het park. Bij Carnival Festival is dat hetzelfde. Je ziet dat de wachtrij meteen minder lang is, maar ook 40 minuten. En daar mogen nu dus ook alle kartjes gevuld worden. Oftewel, het is gewoon weer ouderwets lekker druk. Heeft niks met corona te maken. Ik denk wel dat dit plein er heel veel aan heeft hoor. Dat die anderhalve meter weg is met die looproutes, met die eenrichtingsverkeer. Het was hier echt één grote hekken kunstwerk. Want hier stonden allemaal stijgers, hekken, lijnen op de grond. Het zag er niet uit. Ik ga deze straks overslaan. Het is hier veel te druk. Wij gaan naar de Villa Volta. Want ik ben dus oprecht sinds heel de corona niet meer in Villa Volta geweest. En ik ga je daar vertellen waarom. En uiteraard staat de bouw van Sirocco en Archipel niet stil. Ik zal je heel even laten zien. Daar kom ik aankomende vrijdag uitgebreid op terug. Ja, Villa Volta. Een van de toppers van het park, al zeg ik het zelf. Ik ben er afgelopen anderhalf jaar letterlijk maar één keer geweest. En dat was om Fons Jurgens maar in mijn vriendenboekje te laten schrijven. Ja, was super leuk. Weet je wat het is? Dat heb ik bij de Villa Volta. Bij Piranha had ik dat ook heel erg. Ik kan heel slecht tegen die spatschermpjes tegen elkaar. Dus wat er nu dus de afgelopen anderhalf jaar aan de hand was. Daar hadden ze van die spatschermen. Waardoor je zeg maar niet binnen de anderhalf meter kwam van het andere rijtje naast je in de wachtrij. Snap je hem? Daar werd ik heel ongelukkig van. Heel claustrofobisch. Dus stond je helemaal op elkaar. En dan had ik bij Villa Volta Piranha. Dus daar ben ik gewoon heel lang niet meer geweest. En dat is als het goed is nou niet meer bij Villa Volta. Het is ook meteen vandaag de rustigste attractie van het park. Dus dat zegt wel iets. Sowieso mochten er bij Villa Volta maar heel weinig mensen steeds in. Omdat er maar kleine groepjes steeds in die voorshows mochten staan. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu is. We gaan eens even kijken. Er is gewoon een topper in de toppers. Ik hoop echt dat ze deze keer echt groot gaan opknappen. Gewoon mooi onderhoud, nieuwe show, alles erin. Want hij is een beetje oud aan het worden. Maar het is wel zo'n goede attractie. 5 minuten, daar geloof ik helemaal niks van. We gaan eens even kijken. Zo, dat waren de voorshows. We gaan nu eindelijk naar het vervloekte huis.
ziet in alle vlakken echt een topattractie. Echt geweldig. We gaan even naar buiten toe en dan ga ik u precies vertellen wat ik van het vervloekte huis van Hugo vond. Nou, tot ziens. Tot de volgende keer, jongens. Ja, dat was Villa Volta. Wauw. Ik moet je zeggen, het wachten was niet heel veel comfortabeler. Het was zelfs net zo vervelend, want die spatschermen, die stonden er nog gewoon. En als we eens even gewoon gaan beginnen over de Efteling zonder corona. Ik zou, als ik de Efteling was, die spatschermen weghalen. Het is super benauwd, want je hebt nog geen meter bewegingsruimte. En weet je wat het is? Kijk, als je op afstand staat, dan is dat ook lekker. Maar nu er geen afstand is, sta je ook nog eens, ja, zeg maar, hoe moet ik het zeggen? Via voor en achter heel dicht op de mensen. En dan is zo'n spatscherpje, is heel vervelend. Heel vervelend om te staan. De attractie was wel echt fantastisch. Het zag er weer mooi uit. Alles deed het. Echt super gaaf. Alhoewel, ik vind gewoon dat deze attractie gewoon echt een keer een flinke update verdient. Dit is een super gaaf attractie. Misschien wel een van de favorieten uit het park voor mij. Maar ja, hij begint een beetje oud te worden. En ook die twee voorshowtjes. Het zijn twee lange voorshowtjes. Je bent denk ik zeker 10 minuten kwijt om door die twee voorshowtjes te gaan. De helft van de zaal is buitenlands. Die snappen er helemaal niks van. Die zijn gewoon 10 minuten lang aan het wachten tot ze weten wat ze voor hun geschoteld krijgen. Is best wel vervelend. Ik heb het zelf ook gehad in Gardaland. In Gardaland staat er ook zo'n madhouse, noem je dat. Zo'n ronddraaiend huis. En daar werd ook een grote voorshow verteld. Ja, ik snap er ook helemaal niks van. Je staat echt uit je neus te vreten als buitenlander. Maar al met al is het wel echt een hele bijzondere attractie. En als je nou wilt weten hoe de Villa Volta werkt, ik heb in de winter, toen de Efteling dicht was, heb ik een hele lange video gemaakt, tot zo lang, van een kwartiertje ongeveer, waarin ik precies ga vertellen hoe die werkt. Check die video aan het einde van de video in de kaarten met 10 Duitse luchtballonnen naar de outro. En kijk die video en kom precies te weten hoe de Villa Volta werkt. Goed, dit was Villa Volta. We gaan even naar de Muurman. We gaan naar Ravelijn. Oh, we zijn op een plek waar we eigenlijk niet mogen komen. Gesloten. Achter die poort niet betreden. Want achter deze poort vindt nou een show plaats van Ravelijn. En ook bij Ravelijn zijn er een aantal veranderingen. Want Ravelijn mag weer helemaal gevuld worden. Alle tribunes mogen vol gebruikt worden. Het zit ook bomvol. Ik was te laat voor de show, dus daarom zitten we er niet. Sinds de corona is uitgebroken en de Efteling weer open is, heeft Ravelijn een aangepaste show. Een wat kortere show met minder grote effecten. En ondanks nu die anderhalve meter weg is, ondanks de tribunes weer helemaal vol zitten, ondanks je niet meer hoeft te reserveren in de Efteling app voor Ravelijn, dat is wel lekker, dus je kunt er gewoon naartoe lopen, is nog wel steeds de corona editie te zien hier in het park. En ik verwacht dat heel dit jaar nog gaat gebeuren. Vaak is het zo dat op het begin van het jaar, dus januari, februari 2022, is dat dan Ravelijn een paar maanden dicht gaat. En ik verwacht dat daarna, dus in april ongeveer, wanneer die weer open gaat, de normale show weer terugkomt. Maar voor nu voorlopig de corona-editie van Ravelijn. Dit was alles vanuit Ravelijn, want ja, ik mag niet naar binnen, dus we kunnen geen show kijken. Dus ja, dan gaan we wel wat anders doen. Ja, het is trouwens wel lekker weer. Oh, en er komt iets aan. Kijk. Er komt iets aan. We blijven gewoon even staan. Gaat daar een deur open? Nou, we blijven gewoon staan. Trouwens, ondertussen ik hier op wacht. Ik had trouwens van de week even de cijfertjes bekeken op YouTube, want ik kan alles zien, hè. En ik zag dat heel veel van jullie de video's aanklikken op niet bij aanbevolen video's. Dus als je de YouTube-app opent, maar niet geabonneerd bent. Ik heb dat ook. Ik moet daar mezelf op betrappen. Ik kijk meer video's van mensen als ze bij mij naar boven komen, dan dat ik erop ben geabonneerd. En dat is niet goed. Dus ik ga mezelf op meer kanalen abonneren. Doe dat ook even op Bart Baan, want ja, weet je wat het is? Niet alle Bart Baan video's komen bij jou naar boven bij aanbevolen. Waardoor je wellicht wel hele leuke updates mist hier vanuit het park. Twee keer een gaaf video vanuit de Efteling. En ik heb eigenlijk altijd wel primeurtjes, nieuwtjes, scoops, zoals ze dat noemen. Dus abonneer dan maar. En dan kun je nooit meer iets missen hier vanuit de Efteling. Ik geef de moed op. We gaan verder. Ja, ik sta hier bij de oude Lotiek. Ik moet het goed zeggen, deze staan spiegeltje. Vroeger was dit de Lotiek en er werden eigenlijk alle troep merchandise van de Efteling werden hier verkocht. Zoals knuffels van de Game Gallery en zo. Maar nu er dus geen anderhalf meter meer gehouden hoeft te worden, kun je je ook weer laten schminken bij de spiegeltje. Kost €7,50. Ja, waar we Ravelijn hebben gemist, hoop ik dat we Joachim Jet wel gaan halen. Die doen om 12:30 toen hun een theaterstukje opvoeren in het openluchttheater in het Sprookjesbos. Ik hoop dat er nog plekjes zijn. Dus laten we snel die kant op gaan, want het is alweer bijna tijd. Ja,
Nou, hierachter begint de bomvolle show van Joking Jet. Is wel mooi dat nu gewoon de zaal weer volledig vol mag zijn. Je mag gewoon weer in de uitlopen. Voorheen was het zo dat de hekken gewoon dicht gingen en pas toen de show klaar was, mochten de mensen naar buiten toe. Maar wel opvalt, kijk ja, ik heb geen kinderwagen en die zal ik voorlopig ook nog niet gaan kopen. Het is zo dat je dus in die zaal daarachter, buiten dan, wel kinderwagens mag meenemen, maar dan moet er vooral een kind in zitten. Gaat het kind niet in een kinderwagen zitten, dan moet hij hier zo buiten de show trap neergezet worden. Is wel goed, vind ik op zich, want dan is niet heel dat pad voor kinderwagens. Vond ik wel leuk om te zien. We gaan door naar het volgende dingetje. Laten we eens even gaan naar Max en Moritz. Daar gaan we heen. Ja, hier bij Max en Moritz. Twee nieuwe grote dingen die we vandaag gaan uittesten. Eén, nu de 1,5 meter ervan afgaat, betekent dat de single riders line bij Joris in de Draak, Vliegende Hollander, Python en de Baron gewoon weer open zijn. Maar er is één single riders line die wij nog niet hebben gedaan en dat is van Max en Moritz. Want ook Max en Moritz heet de single riders line. Single riders line is een rij waarmee plekken worden opgevuld. Dus waarmee je dus in je eentje in de trein zit. Nou, heel erg leuk. We hebben hem nog nooit gedaan, want hij was dicht vanwege de 1,5 meter. En laten we hem gewoon eens even uit gaan testen. Ja, let's go. Naast de single rider line heb je ook een wachtrij voor mensen in een rolstoel. Dan ga je eigenlijk een beetje dezelfde wachtrij afleggen als de single rider line. Alleen kom je hier al bij deze kant van het station uit en word je met een lift omhoog getakeld en dan kom je recht in het station binnen. Nou, en dit is dus die single rider line. Je gaat eigenlijk links langs de wachtrij van Max en Moritz zelf. Het is een beetje ook overkapt. Het is ook overkapt. Dat is wel lekker. En je gaat echt letterlijk langs de baan van Max. Dus je gaat er echt gewoon ja, omheen. Waar je in een normale wachtrij voor het station staat, ga je hier echt onderdoor. Dus je hebt eigenlijk geen zicht op wat hier op die ramen gebeurt. Dat is op zich gewoon jammer. Nou, je loopt dus echt letterlijk onder het station door. Je gaat op een duur om de trap richting Max. Je gaat onder de duur om de trap van Max ga je naar links. Zoals je dus ook bij de wachtrij van Moritz hebt, ga je hier ook onder de achtbaan door. Je komt hier bij een prachtige tekening van zeepkisten, dus de karretjes. Je gaat er doorheen en nu is het mooi. Je kunt dus ook in een single rider kiezen welke kant je op gaat. Ga je naar links naar Moritz of naar links naar Max? En dan kom je dus uit op het station waar alle andere mensen ook uitkomen. Dat was de single ride line van Max en Moritz. Super tof. Ik heb een hele grote fout gemaakt. Uiteraard heeft Symbolica ook een single ride line en die is ook weer geopend. Trouwens, bij de Joris en Draak is het zo dat de jongere wachtrij er niet meer is. Dat is vandaag gewoon de single ride line geworden. Dus weet dat als je naar de Efteling komt. Ja, die lumpia's. Ja, het was een beetje raadsel. Waar blijven die? Nou, ze zijn er eindelijk hoor. We gaan ze proberen. Ze zitten hier in die snackmuren bij vrouw Baltus Koegen. Laten we er eentje gaan proberen. Nou, daar gaan we. We drukken op de groene knop. We hadden een horloge ervoor. En dan haal ik er eentje uit. Hoppatee. Zo jongens, daar gaan we. Nee. Ben je frikandel? Nou. Ik vind ze niet slecht. Ik vind ze zelfs wel lekker. Het is als vegetarisch. Er zit iets van maïs in, wortel, komkommer. Hij kost 1,95 voor herhaling vatbaar. Top, goedgekeurd. Oeh, je bent kapot. Ik ben even naar de ingang gelopen om te checken of dat het al wel rustig was, zodat ik die strepen kon laten zien. Het was hartstikke druk, dus dat doe ik volgende week eventjes. Wat ben ik toch ontzettend blij dat het park gewoon weer draait waar het park voor gebouwd is. Gewoon zonder regeltjes, zonder poespas, gewoon lekker iedereen en veel plezier. Grote families zijn weer terug, vrienden roepen, echt top om te zien. Ook leuk om steeds meer van jullie hier te zien. Thanks, hallo, hi, als ik je binnenkort zie, tot snel. Gaaf, maar we gaan nu even een sprongetje in het diepe nemen, want één groot ding dat ook terug is gekomen de laatste week is Caro. Caro is de show van de Efteling die al bijna 3 jaar draait in het Efteling Theater. Wat zeg ik, al ruim 3 jaar draait in het Efteling Theater. Een hele gave show, een internationale show. Iedereen op de wereld kan erheen, want er wordt niet in gesproken. Iedereen snapt het, zeggen ze, is ook wel zo. En ik ben uitgenodigd door de Efteling om een kijkje te mogen komen nemen bij een van de shows. Dankjewel Efteling, we hebben een leuke avond gehad. En dat gaan we zeker doen. Dus ik doe nu even zo. Dan gaan we naar Caro en daarna kom ik bij je terug. Dus ga niet de video wegklikken wanneer Caro voorbij is, want dan kom ik heel even bij je terug om gezamenlijk af te sluiten. Een groepshug, want dat mag nou tegenwoordig weer, hè. Oké, let's go to Caro.
zoals Caro. Ik mocht alleen het begin en het einde filmen, dat is sowieso, je mag nooit heel de show filmen. Ja, dit is wel een hele gave show hoor. Hij heeft 1,5 jaar het niet gedraaid, dus het was een beetje het vergeten kindje van het park. Maar dit is wel bij zonder enige twijfel de allergaafste show die je kan vinden hier in het park. Je moet ervoor betalen, een normaal ticket kost €25. Abonnementhouders krijg je daar 25% korting op. En als je hier in de verblijven zit, dan mag je voor €10 deze kant op. Er waren wel een paar veranderingen vergeleken met hoe die 1,5 jaar geleden was geëindigd. Ik moet je wel zeggen, als je hier voor de eerste keer of voor de tweede keer komt, ga je dat niet zien hoor. Nieuwe acteurs, allemaal nieuwe poppetjes. Althans wel dezelfde rollen, maar nieuwe mensen die de rollen vervullen. Gave show, gave effecten. Ja, en dan op het duur dat watergordijn, ja, dat is zo prachtig. We gaan dadelijk even naar wat beelden kijken. Dit was Caro hier vanaf de zaal. Dit was ook meteen de eerste show dat er meteen weer een volle zaal mocht komen kijken. 800 man kan er nu weer in. We laten Caro, in ieder geval de zaal, even wat het is. We gaan even naar de foyer. We gaan even naar Luc toe. Voordat we even naar Luc gaan, ik ga je heel even laten zien hoe het theater eruit ziet. Het is eigenlijk helemaal niet veranderd. Je hebt aan de linkerkant, als je binnenkomt, gewoon de theatershop. Hier zijn een aantal merchandise te koop die je niet in het park kan krijgen. Zoals de pin, een mok, een programmaboekje. Allemaal hartstikke leuk. Nou, het theater is best groot. Je hebt 2 grote bars aan de linkerkant en aan de rechterkant. En bij... Doei. Hi. Doei. En bij binnenkomst kun je meteen op de foto met een groot carouselpaard uit de carousel van de Efteling. En je hebt dus 2 grote zaalingangen. Je hebt een zaalingang aan de linkerkant en een zaalingang aan de rechterkant. Bij grote shows vroeger, toen... Ja, trouwens, Caro is ook een grote show. Maar toen de indeling van de zaal nog anders was, toen had je hier ook 2 trappen. En hier heb je hier eentje en aan de andere kant. En hier zitten nog ingangen naar boven. Want boven is een balkon, daar kunnen ook mensen zitten. Maar bij Caro worden die balkonnen niet gebruikt. Nou, leuk om te weten, hier boven mij is nog een hele grote zaal die bedrijven kunnen afhuren. En dat is het theater. Super gaaf gebouw. Ik vind het een beetje warm hier. Het plafondetje is laag. Maar dat maakt niet uit. Dit is dus hoe het Effing Theater op dit moment uitziet. We gaan naar Luc, onze grote vriend. Kijk, Caro is leuk. En dat theater is mooi. Maar er is natuurlijk 1 persoon. 1 ding waar alles in het park komt eruit. Dankjewel Bart voor de mooie Luc. Woorden. Mooi hè? Ja. Oké, heel gemeen. Heel nou, laten we het niet al te groot maken, vriend. Zit je helemaal in je element? Ja, zeker nu, want iedereen mag er weer in. De Efteling is weer helemaal open. Hey, je bent ook helemaal vrolijk, je straalt weer. Ja, helemaal. Ik sta weer eindelijk mogen we weer, man. Hey, ja. Maar een paar maanden geleden, net wat Caro open ging, heeft Luc mij een kleine backstage toegegeven, mag ik wel zeggen. Ja, want je had het vriendenboekje in het vriendenboekje? Kijk, het is een beetje magie. Als jij je vingers knipt, Luc. Echt waar? Dan gaan we naar kijken. Kan ik dat echt? Ja. Die. We gaan 2, het proberen. 1. Wat is het favoriete musical liedje wat ooit in het Efteling Theater heeft gedraaid? Nou, de musical Droomvlucht van A tot Z. Geen keuze. Als 1 track. Ja. Nee, dat was fantastisch. Dat was nog steeds wel mijn lievelingsmusical. Nou, dat was leuk. Nou, mooi. Dat was fantastisch. Leuke de groetjes. Oké, okay. Doei. Hi. Nee, gave show. Ik ben heel blij dat ik er ben geweest. Al moet ik zeggen dat ik hem nu wel te vaak heb gezien. Dus ik moet daar voorlopig nog wel heel even weg gaan blijven. Maar dat ligt aan mij, omdat ik hier iedere dag ben. Hey, binnenkort gaan we weer naar een show. Ik ben door de Efteling uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de première van de nieuwe Efteling Koekoek Show. Dat is een theatershow die door heel Nederland en volgens mij ook België gaat reizen de komende tijd. Dat is binnenkort in Eindhoven, dus daar gaan we zeker wel eventjes heen om daar te kijken wat het is. Ik wil jou onwijs bedanken voor het kijken in deze video. Ik vond het super gaaf om de Efteling weer te zien voor hoe het altijd was, hoe ik ben opgegroeid, laten we maar zeggen. Ik wil jou nogmaals ontzettend bedanken. Ben er vrijdag weer bij. Terug vanuit de Efteling met de grote update van Sirocco en Archipel, de 2 nieuwe Efteling attracties. En laat ik vrijdag iets heel gaafs gaan doen. Ik weet nog niet wat. Bedankt voor het kijken. We zien elkaar. 10.000 luchtballonnen komen jouw kant op. Tot vrijdag. Doei doei!